Hallo, mijn naam is Eline van den Bury en ik ben 22 jaar oud en ik woon al een jaar in deze Rijkswachtkazerne. Het was eigenlijk vooral voor mij persoonlijk om te zien of ik het wel zou aankunnen om alleen te gaan wonen. Was dat wel een ideale tussenstap om ook... Ik was wel alleen, maar niet helemaal alleen als er iets was. Er is altijd iemand in de buurt. We leven hier met 5 samen in een gebouw. En ook voor de sociaalheid, voor altijd kunnen samen zijn met iemand. Persoonlijk heb ik zelf niet zo heel veel nadelen. Het is wel een beetje ambetant bijvoorbeeld als je een douche wilt nemen, dat je volledig naar boven moet gaan. Dat je niet een badkamer vlak naast je hebt, zoals dat je in een gewoon huis of in een gewoon appartement zou hebben. Ik heb geen eigen keuken, dus ik heb dat zelf een beetje moeten... Ja, proberen te regelen met een kastje en met een broodroostertje aan. Allee, eigenlijk zelf een mini keukentje te maken voor mezelf. Hier in het solarium, in de zomer, is dat hier echt wel een plekje om tot rust te komen. Om een boek te lezen of veel licht. Het is hier echt leuk om te zitten, gewoon om te chillen. Dat is inderdaad wel een plekje waar ik niet zo graag binnen ga. Ik vind het wel altijd cool om te tonen aan de mensen, maar zelf ga ik er tamelijk akelig en het is altijd gebleven zoals dat altijd geweest is, ook in de oude Rijkswachtkazerne vroeger. Er is daar nooit iets aan veranderd, dus het is wel nog altijd een isoleercel en ja, ik kreeg er rillingen van. Krant van West-Vlaanderen, leef met je mee.